Hallo, leuk dat u kijkt. We gaan het nu hebben over de Marvel MT55 cirkelzaag. De cirkelzaag op de markt. En dat is hem. Waarom is dit de cirkelzaag op de markt? Allereerst de schaalverdeling. Die gaat van 0 tot 45, maar je kan ook naar 48 en naar min 1. Om onder een hoek te zetten, kun je hem één kant losdraaien. Twee kanten is dus niet meer nodig. Kan je naar 45 graden, dan zit een snap. Hieronder zit een stangetje, die dus twee kanten vastdraait. Als je dit vastmaakt. Wil je over de 45 graden, dan druk je deze in. Dan kun je er overheen. Wil je weer terug naar 45. Of een 0. Ook handig is de min 1 functie. Zo staat hier op min 1. Als je twee platen tegen elkaar aan wil zetten. Zoals bijvoorbeeld MDF. Spaanplaat. Dat is altijd een soort van harig. Sluit het nooit mooi nauw op elkaar. Als je dus één zijde min 1 zaagt. Heb je dus iets meer ruimte. En dan zit de bovenkant altijd netjes tegen elkaar aan. Behalve de standaard functies. Zoals harder en zachter. Gaan wij ook op de Marvel rail. Maar als je deze losschroeft, past die ook op de Vesto-rail. Van deze Marvel Superzaag zijn vier versies. Geleiderrail en zonder geleiderrail, dat zijn al twee versies. Dan heb je de Midi-Max en de Maxi-Max. De Maxi-Max zit alles bij. De Midi-Max is zonder deze twee accessoires. Deze twee accessoires zitten bij de Maxi-Max. De eerste, de parallelgeleider, jullie wel bekend, gebruik je om balken te schulpen. Of platen langere stukken achter elkaar zonder geleiderrail te zagen. De invalpositiemal is iets unieks. Dat heeft de Marvel uitgevonden. Heeft niemand anders nog. Als je je zaag op deze dieptes instelt, komt je zaagblad niet voorbij de streepjes. Dus stel je zet je zaagblad op 25 mm diep, komt je zaag maar tot hier en maximaal tot hier. Deze gebruik je dus voornamelijk als je vierkante gaten of uitsparingen moet zagen. Je monteert hem zonder geleiderrail op de bovenste twee. Snap. En als je geleiderrail hebt, zet je hem twee gaatjes lager. En op deze manier met je zaag 25. Is dit het resultaat. Zoals we nu ziet, ligt hij op de Marvel geleiderrail. Het handige van de Marvel is dat je hem op diepte in kan stellen, op de geleiderrail die 6,2 mm dik is. Kan je de geleiderrail door hem om te zetten naar boven, kan je de geleiderrail dikte eraf halen. Gebruik je hem naast de geleiderrail. Ik kan hem gewoon weer op de onderkant zetten. Dan heeft Marvel nog een fijne instelling. Hier het schroefje. Een hele slag draaien is 1 mm. Een half slag draaien is dus heel juist een halve millimeter. Als je vermicel gaat zagen, wat 2,5 mm is, kan je hem op 12 zetten. Geef je de stelschroef een halve slag en dan zaag je precies een plaat door tweeën. Verder zit er nog op de Marvel snel zaagblad wisselen door de beveiliging te openen. Deze indrukken. Knop omhoog zetten. Kan je makkelijk bij de zaagblad. Behalve dat je makkelijk kan verwisselen, is hij ook helemaal afgedicht met rubber. Behuizing is helemaal dicht, waardoor hij echt optimaal stofvrij is. En zo vergrendelt hij ook meteen. Nou kun je hem meteen losmaken. Zaagblad verwisselen, klepje weer dicht. Aandrukken, je kan weer verder zagen. Als hij open staat, kun je geen gas geven. Dat is een beveiliging die Marvel heeft ingebouwd. De stofzuigerslang kan je in verschillende standjes snappen. Zodat hij niet in de weg zit en ook niet tijdens het zagen weer verdraait. Het elektrosnoertje kun je eventueel met een klittenbandje makkelijk wegwerken, zodat je ook geen last hebt van tijdens het zagen. Dan is een superfunctie van de Marvel de voorritsfunctie. Zaag heb ik nu op maximale diepte ingesteld. Hij gaat helemaal naar beneden. Zet de voorritsfunctie om. Dan komt je zaag op de geleiderrail 2 tot 3 mm in je hout. Plus hij zet het zaagblad 1/10 mm naar binnen, waardoor je een splintervrije zaagsnede krijgt. Ik zal het hierna demonstreren. Zoals u kunt zien is de zaag heb ik al aangesloten op de stofzuiger. Ik heb de geleiderrail vastgezet met de Marvel lijmklem.
zodat hij niet kan verschuiven. Ik zal een streepje zetten tot we waar de voorritsfunctie gaat doen. Zet hem op de voorritsfunctie. Haal hem terug. Haal hem van de voorritsfunctie af en dan zagen we hem in één keer door. Hier is die splinter vrij en tot aan het streepje. Daar komen er meer splintertjes. Nu doen we hetzelfde nog een keer, maar dan met wit spaanplaat, zodat u nog beter de splinterfunctie in werking kunt zien. Splinterfunctie aan. Of anti-splinterfunctie aan eigenlijk. Zoomen, maar je kunt zien dat dit splintervrij is en vanaf hier zitten er toch wat splintertjes op. Verder ben ik nog één functie vergeten, dat is dit. Hierdoor heb je nog betere stofafzuiging voor als je bijvoorbeeld vermicel gaat zagen. Nu snapt u misschien ook naar al deze bijzonderheden die op de zaag zitten waarom dit dé cirkelzaag op de markt is. Zagen wordt weer leuk, je krijgt een big smile van met deze Mavel. Ik heb hem nu zelf al meer dan een jaar, ik wil niks anders meer.